Gisteren is er een rapport uitgebracht. En dat is wellicht wel een van de meest bizarre rapporten ooit. Waarbij iemand van het IJskenniscentrum aangaf, het heeft met die Aziatische horda helemaal geen zin. Het is weggegooid geld allemaal, laat het maar gewoon gebeuren. Er is niets in mijn hoofd wat dat advies kan begrijpen. Dat is één rapport waar dat makkelijk wordt beschreven, maar de impact van die keuze, als dat het beleid is wat we gaan doen, dus dat het beleid eigenlijk is, we hebben geen beleid meer, dan, oh mensen, daar komt iets op ons af. Je gaat meer Aziatische horrornaars zien over een paar jaar dan vliegen of muggen of vlinders of wat dan ook. Die beesten die verspreiden zich in zo'n hoog tempo. Gewoon factor 5 tot factor 7 op dit moment. Dus heb je nu 1 nest, doe je niks. Zijn er volgend jaar 5 nesten gemiddeld? Of tot 7, 5 tot 7, maar we gaan uit van 5. Het jaar daarna heb je er 25. En het jaar daarna, ben ik sterk in hoofdrekenen, heb je er 125. En het jaar daarna heb je er 125 maar 5 is keiveel. Echt. En dat is het advies wat nu uitgebracht wordt, wat er wordt gezegd, het is een verloren strijd. Het heeft geen zin om die strijd aan te gaan. Wauw. Dit is dus, we geven op voordat we het gevecht begonnen zijn. Hè? Daar komt het neer. Want de bestrijding zou op dit moment 2 miljoen kosten. Ik denk dat dat te laag is. Ik denk dat je er niet meer wegkomt, die 2 miljoen. Maar die Aziatische horrornaar is een fout gemaakt door ons. Mensen, wij hebben die poelikje naartoe gehaald. En het advies is nu, doe er helemaal niks aan. Het offer wat we vragen van de natuur is zo groot. Zo onbeschrijfelijk groot dat ik niet snap dat dit het advies kan zijn. Ik kom bijna niet met mijn woorden uit shock. Dat is dit het advies om niks te doen. En dan moeten er natuurlijk predatoren ontstaan. Dan moeten wespendieven ze gaan ontdekken. Echte orde obesitas wespendieven. Zoveel wespendieven hebben we helemaal niet hier in het land. Ze zitten er maar relatief weinig. Of schimmels moeten we gaan doen. Hé, lang leven de schimmels. Laten we daarop achten. Echt, ik voorspel jullie een toekomst buiten. Dat je gewoon dadelijk in de zomer en alles helemaal omringd wordt door die Aziatische horrornaars. Er zijn situaties dat er echt zoveel nesten per vierkante meter zijn al. In zuidelijkere landen, hè. Dat het echt niet te verantwoorden is om dan te zeggen van, we laten ze hangen. In België is dat een tijdje meer gedaan. En zelfs daar realiseren ze zich nu van, oké, dat is geen optie. We moeten echt meer doen dan dit. Want als we niet meer doen, dan is de situatie onhoudbaar. En toch wordt er gerefereerd aan België. Van, ja, daar heeft men ook gezegd, we doen niks. Ja, jaren geleden, maar dat is alweer veranderd. Ja, dit gaat echt veel geld kosten, dat beest onder controle houden. Dat roep ik al jaren. Ja, je praat over miljoenen. Ik denk, om het in stand te houden, de populatie te beheersen, dat je echt wel ergens een miljoen of 5, misschien wel 10 per jaar kwijt bent. Maar echt, wie kan er nu in godsnaam een prijs op de natuur hangen? Iemand van Kenniscentrum IJs. Ik had ze echt zoveel hoger zitten. Dus ja, dat is ontzettend veel geld. En dat roep ik zomaar eventjes. Maar dat gaat het kosten, omdat de mens weer eens geblunderd heeft. De mens heeft weer eens gezegd, per ongeluk een beestje hier naartoe gehaald. Dat beestje maakt een slagveld in onze natuur. En dan wordt er dan gezegd, het is te duur, dus het kost geld, laten we maar niks doen. Wat een verstand van zaken, wat een manier van denken. Ik heb er geen woorden van, echt. We gaan gewoon de natuur opofferen omdat het te veel geld kost. Het is niet rendabel. Want de impact op de natuur valt mee. De impact valt mee, want de schade op de appelteelt is marginaal. Ik heb heel andere berichten gehoord van appeltelers, maar goed, nemen we die aan. En de druiven hebben er last van. Maar druiventeelt in Nederland is maar klein, dus met druiventeelt die schrijven we gewoon af. Dat is geen probleem, die is gewoon weg. Leuk als je druiventeeler bent trouwens. Maar die economie is ook te klein, dus het economisch belang, we hebben puur gekeken naar een economisch belang.
als het voer te weinig is, dan gaan ze misschien elkaar opeten. Dus dan lost het probleem zichzelf wel op. Hey, maar dan zijn die beesten allemaal weg, hè? Hoe kun je dit nu bedenken? Hoe kun je dit adviseren? Hoe kun je jezelf serieus nemen als dit je advies is? Hoe kun je zo onze natuur opofferen omdat het te duur is? Ongelooflijk. In België zijn al verschillende imkers gestopt met bijen houden, omdat ze het niet meer zagen zitten door die Aziatische hoornaar. En dan kun je wel roepen van die honingbij, die maakt te veel concurrentie in de solitaire bij. Ik vind dat leuk om te roepen. Maar als we dan in gaan zetten op een nulbeleid, dat er een of andere Aziatische hoornaar de rest opvreet, en we hebben daar geen honingbij meer als backup. Het is lang geleden, hè? Maar nooit meer honger was ooit een kreet. Die kant gaan we dadelijk op. Het is bizar. Ik kom er dan gewoon niet bij. En misschien zie ik het wel helemaal verkeerd. Ik hoop het. Maar elke vezel in mij, waar maar een heel klein stukje boerenverstand in zit, zegt, nee, ik zit niet verkeerd. Hier worden heel slechte keuzes gemaakt. En uiteindelijk moeten we dit gaan corrigeren natuurlijk. Want straks zien we in één keer in dat mensen gewoon niet eens maar naar buiten durven. Met die beesten allemaal. Dat als er een gemiddelde markt is met iets van fruit of wat dan ook, dat die kraan helemaal niet meer toegankelijk is voor al die hoornaars wat er afkomen. Want dat doen ze bijvoorbeeld. Er zijn zoveel dingen te bedenken waar we te veel confrontatie krijgen met die hoornaars. Dan een ding wat zeker is, dat er uiteindelijk wordt gezegd, ah, we moeten er toch iets tegen doen. En wat het dan gaat kosten, is zoveel duurder. Zoveel factoren duurder, dat kan ik niet eens bedenken. Terwijl het nu met een paar miljoen, en roep eens wat, 4, 10, ik weet het niet. Maar we moeten iets doen om dit te beheersen. We kunnen niet zeggen, laat het maar gebeuren. Wat een... We kunnen niet zeggen, we geven het op voordat de strijd begonnen is. Ik moet op me laten inwerken hoe we hier nu mee omgaan. En wat onze tegenreactie wordt en hoe we dit gaan oppakken. We gaan dit niet opgeven, laat dat heel duidelijk zijn. Dit belang is echt veel te groot. Dus voor nu zal ik vooral zeggen, ben je iets of iemand in de politiek? En denk je dat je ergens iets kunt bereiken? Benader ons. Wij gaan niet de politiek in, daar zijn we niet de juiste mensen voor. Wij zijn wel de juiste mensen om je een zo eerlijk mogelijk beeld te geven. En aan te geven waarom dat die punten aangegeven in het rapport van IJs gewoon de meest vreemde, bizarre keuze is die ik ooit gehoord heb. Dit was die. Ik ga dit verwerken voor mezelf, want... samen met mij zijn een aantal mensen die er al jaren tegen strijden. En een grotere klap in ons gezicht hadden we niet kunnen krijgen. Dus bizar. Mensen, deel dit. Laat dit anderen ook zien wat hier gebeurt. Dan kun je het mensen over een jaar of 10 zeggen, ik zei het toch?